Boy, yo, dude! Knol power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en het is wederom weer ontzettend mooi weer. Alle dagen dat we hier zijn geweest. En Milan die gaat er nu vandoor. Ja, maar je zit eerst even te kijken naar je outfit. Wat heb je aan? Ja, thanks bro. Zie je met de camera? Nee, niet thanks bro. Ik denk, wat de F? Hoezo? Kijk wat je aan hebt. Wat is dit? Dat is mijn outfit. Waar is de combinatie? Wat? Ja, hij zit ook echt... Wat? Ja. Bro, je hebt roze sokken, blauwe broek en dan een andere soort roze... Blauw? Dit is paars. Hier, ik kan het niet eens zien omdat die kleurencombinatie zo raar is. Dit is nostalgie, Nintendo 4. Ja, het is heel vet, maar de combinatie is er gewoon net niet. Ja, wel. Ik voel het wel. Oh, oké. Nou, ik succes. Voel het wel. Hey, Malino, jij gaat er ook vandoor, hè? Hey, Malino. Zeg maar even doei. Zeg maar even gedag tegen de kijkers. Ja. Oh. Hé, hey, schatje. Hey. Ga je er lekker vandoor? Met Milan? Nou, is goed. Rij voorzichtig, ja? Rustig aan. Rustig aan. Peace out. Peace. Oké, en wat wij gaan doen is nog niet naar huis. Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. We hebben hier alles netjes achtergelaten, hier in het huisje. Ik heb hier nog 2 tassen staan, die ga ik meenemen. En dan is het tijd om naar de allerlaatste activiteit te gaan. En daarna gaan we weer terug naar Nederland. Ik ben nog even een tijdje bezig geweest om mijn telefoon te maken. Maar mijn telefoon is kapot. Mijn telefoon is kapot. Ik heb ook gebeld met de Apple service. Maar ja, ik ben waarschijnlijk gewoon de Sjaak. Ja, dat is echt balen. Maar goed, we gaan naar de laatste activiteit. En als ik dan in Nederland ben, ga ik meteen naar de telefoonwinkel om mijn telefoon te laten fixen. En als dat niet kan, dan ben ik al mijn gegevens kwijt. Ja. Oké, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Dan neem ik deze tas mee. En dan gaan we er vandoor. Het was echt super nice hier op het Landalpark in Winterberg. Echt super erg naar ons zin gehad. We hebben hem 2 dagen niet gebruikt. Die hebben we even laten staan omdat het gewoon niet praktisch was met bijvoorbeeld de vishengels of met de personenaantal. Maar nu gaan we hem wel weer gebruiken. Bliep bliep. Wordt echt gruwelijk. We gaan de auto starten en dan gaan we lekker met open dakje rijden. Hey, tot zo! Hey, zullen we even ruilen misschien? Ja, we kunnen wel een keertje ruilen. Hey, tot zo hè! Yo! Ah, dit is mooi. Dit is mooi. Dat we deze nog even tegenkomen. Paul! John Deere! John Deere, super! Mooi John Deere. Ik zou deze zo inleveren voor een John Deere hoor. Ja? Zeker. Myron die gaat nog even de sleutels inleveren hier. En dan is alles gefixt. En dan hebben we alles weer netjes afgehandeld. Het is wel echt bizar hoe ongelooflijk gehecht ik eigenlijk ben aan mijn telefoon. Want ik heb de hele tijd het gevoel dat ik iets mis. En ik zit ook de hele tijd in mijn hoofd met mijn bestanden, mijn foto's, mijn video's. Alles wat ik heb gemaakt op mijn iPhone, staat op mijn iPhone. Ik heb niks gekoppeld aan de cloud of iets of whatever. Dus waarschijnlijk is gewoon alles weg. Ja, dat zou echt super balen zijn. En ik zit daar gewoon constant mee in mijn hoofd. En dan merk je eigenlijk pas hoe ongelooflijk gehecht je bent aan je telefoon. Hoeveel je doet met je telefoon. Zowel Instagram als YouTube, als mail, gewoon continu de hele dag. Ik zit minimaal wel 2-3 uur op mijn telefoon per dag. En nu heb ik er nog geen enkele seconde op gezeten omdat hij het niet doet. Dat is wel bizar eigenlijk om daar zo over na te denken. Maar goed, het is mijn werk, dat natuurlijk ook. Maar goed, hey, hier is Milan. Yo! Yo! Hey! Auto helemaal opgeladen? Ja! Klaar om te gaan? Is goed, rustig aan bro. Hey, jongen, ik heb hier nog dit. Oh, water. Ja. Yeah. Oh, top. Oh, dat is lief. Thanks. Rustig. Rustig aan. Ja, joh. Oké, de bossen die je hier zo ziet, dat is bij het mountainbike gedeelte. Hier zouden we gaan klimmen. Het schijnt heel erg leuk te zijn, maar er is een probleempje. Ik mocht niet filmen. Ik mocht nergens een GoPro plaatsen. Niet op mijn borst, niet op de helm. Dat kon allemaal niet. En tuurlijk, ik wil het alsnog heel graag doen. Alleen, mijn telefoon wil ik ook heel graag laten maken. Dus hadden we zoiets van, oké, in plaats van klimmen gaan wij nu naar een zwembad. Daar schijn je best wel vette glijbanen te hebben.
Ik ben heel erg fan van glijbanen. Yo, tot zo! En jullie zijn ook best wel fan van glijbanen. Want als ik een vlog upload met glijbanen erin of iets met zwemmen, dan vinden jullie dat allemaal helemaal geweldig. Dus laten wij gewoon nu meteen doorrijden naar het zwembad en daar eventjes lekker genieten. Want ja, dit wordt dus een beetje lastig. Maar dat wordt ook heel erg leuk. Dus we stappen nu gewoon weer in de auto en dan gaan we op naar het zwembad. Het blijft echt super mooi rijden hier, zeg. Wat een uitzicht. Heel erg nice. Echt heel erg nice. Gewoon bergen, dames en heren. Zou het daarom ook Winterberg heten? Denk ik wel. Denk ook wel dat het iets mee te maken heeft. Ja. Yes. Oh! Alweer één, hè? Dat is dan mooi, hè? Dan ben ik echt net aan het filmen. Echt net. En hoppakee. Ik kom gewoon hem toevallig tegen. Heerlijk. Kijk, daar heb je de glijbanen. Hoppakee. Hier, plekje in de schaduw. Nice. Goeie. Onder het boompje. Hoppa. Hoppakee. Oké, we moeten als eerste een formuliertje pakken. Deze moeten we helemaal invullen. Vanwege natuurlijk, hè, de corona. 1,5 meter afstand. Nou, gaan we dat even doen. Oké, dan gaan we met z'n allen lekker zwemmen. Hè? Zwemmen in de water? Oké, ik ga de grote camera in het kluisje doen. En ik ga de kleine camera meenemen in het zwembad. Dus laten we lekker zwemmen. Nou, ik ben benieuwd, jongens. Ja, ja. En vooraan. Daar gaan we. Nou, hier gaan we even lekker douchen voordat we gaan zwemmen. Ah! Gewoon drukken. Oh, lekker hoor. Hey! Even lekker douchen! Ik wil douchen! Wij gaan in bad! Wow, het is rustig! Hey, chickies! Knolpower bikinis! Oh! Wow! Maximaal 2 personen! Wauw, maximaal 2 personen, meen je dat? Nou, hey! Veel plezier, hè? Hey, veel plezier, hè? Kom, we gaan meteen naar de glijbanen. Ah, hier is geen glijbaan. Huh? Waar zijn de glijbanen? Hoe kom je daar? Ja, we zitten bij het verkeerde zwembad. Wat is dit? Is dit ijskoud? Oh my god! Hallo? Is het not allowed? Nee, not allowed. Ah, oké. Kijk, hier hebben we de glijbanen. Oh, wat sick, hé. Dit is echt nice. We hebben hier een glijbaan. Wow! Deze ziet er echt cool uit. Oké, dit is met de band. En dit is als het goed is gewoon liggen. Dus zullen we samen met de band? Ja. Dat kan nog net. Hé, hey, is hier helemaal geen badmeester of badjuffrouw? Nee? Ook al. Dit is hier helemaal niemand? Nee. Oké. Okay. Wow. Veel plezier, hè? Ik ga hier even wachten. Ja! Oh mijn god, al het water gaat van de trap af. Oh my god. Oké, we moeten gaan. Er ging allemaal water hier overheen. Oeps. Dat was niet de bedoeling. Het kwam allemaal uit dat stroompje daar. Echt super hard. Kijk, dat is voor een waterval. Oh, al het water gaat nu trap per trap naar beneden. Oh shit. Ja? Kan die? Yeah.
Ga je de rode? Ja. Veel plezier. Oeh, ik ben echt heel erg benieuwd naar deze. Je hoorde Lars nog schreeuwen. Wajo! Ik ben echt super benieuwd naar deze rode. Jij hebt hem al gedaan. Aan het begin ga je heel zacht. En dan opeens. Boom! Start je op. Je gaat echt van. Saai. En toen opeens. Oh, stop! Hey, veel succes, Timo. Hallo! Let's go! Ja, deze is wel echt geniaal. Je hebt geen idee wat je te wachten staat. En in één keer. Oeps. Ik denk dat dit een waarschuwing was. Dat denk ik. Wow, yo. Ik versta het ook niet. Doei, Marvin. Dus we gaan met z'n allen tegelijk. Ik weet niet of het een goed idee is, maar we gaan het doen. Oh yes! Oh my god, oh my god, jongens. Wat we nu gaan doen, we gaan een nog langere slinger maken dan wat we net deden. Dus we gaan nu in plaats van met 3 banden met 4. Met z'n allen. Hey, maar nu heb ik een uitdaging. Zullen wij met z'n twee op één bank? Kan dat? Ja, vast wel. Okay. We gaan het passend maken. Oh shit! Ja, dat is Oh my god. Gaan we nog een keer? Oh.
Glijbanen, dames en heren, blijven gewoon super leuk. Echt super leuk. Met z'n drieën op één band ging dus niet helemaal goed. Dus wat we nu gaan doen, is met z'n drieën op een band waar twee personen in kunnen. Dat moet vast beter gaan. Ja, oh! We hebben het gewoon gered met z'n drieën op de tweepersoonsband. Oké, dames en heren, daar gaan we! Chillen met die billen in de bubbelbad. In de zon, in de zon, in de bubbelbad. Dit is zo relaxed, dames en heren. Dit is echt nou een perfect einde van deze hele leuke trip naar Winterberg die we hebben gemaakt. Serieus. En daarvoor wil ik heel erg Landal bedanken. Want die hebben gewoon alles gefixt. Super mooi geregeld. En we hebben echt extreem genoten. En waar ik sowieso voor terug wil komen, is downhill mountainbike. Ja. Wauw, dat was echt het vetste wat we hebben gedaan, downhill mountainbike. Dat was echt zo gruwelijk. Ik denk dat ik voor iedereen kan spreken. Iedereen is het mee eens. Nicole is het ook mee eens, hè? Ik was niet mee met downhill, maar ik vond het echt top. Ja, de bubbels zijn ook heel vet geworden, dus echt nice. Thanks voor alle liefde op de vlog. Wat gaan we doen? Gaan we met z'n tweetjes? Kijk dit! Ik heb een soort Harry Potter toverstick nu. Simsalabim! Wow! Wow! Kan dat lukken? Nee. Oh my god!
Oh my god. Oh. Gaan we nog een keer met z'n tweeën? Ja. Oh, fuck, oh, fuck. We zijn klaar met zwemmen. We hebben ons allemaal weer aangekleed. Ik heb alleen een probleempje. Mijn GoPro-stok is afgebroken tijdens de laatste zwembad-glijbaanrit die ik heb gemaakt samen met Myron. Helaas staan de beelden er niet op. Geen idee. De GoPro die kreeg een flinke smakker, zo keihard op de glijbaan. Maar ja, dat kwam waarschijnlijk omdat we met z'n twee op één band gingen. Dus we gingen heel erg hard. Maar het zwemmen was echt super lachen. Echt heel erg leuk. Dit is echt geniaal. Ze zeiden bij de receptie van ja, jullie zijn bij het verkeerde zwembad trouwens. Dus wij zo, wat bedoel je? Dit is het zwembad waar we heen wilden gaan. Nee, jullie hebben geen vrijkaartjes geregeld voor dit zwembad, maar voor een ander zwembad verderop. Maar toch hebben ze ons binnengelaten en hebben we uiteindelijk niks hoeven te betalen. Maar ja, dit was eigenlijk niet het zwembad waar we heen zouden gaan, maar we vonden het wel allemaal superleuk. We zijn gewoon naar een compleet andere zwembad gegaan, of zo. Heel vaag, maar goed, het was wel echt superleuk. Deze moeten we mee hebben voor die elastiekjes. Ja, die van ons was groter toen, hoor. Ja, serieus? Dat was 13 kilo. Zo, hoeveel kilo is dit dan? Ja, ik denk niet meer. Bizar. Nice. Oké, we gaan hier nog even de winkel in. We hebben allemaal een mondkapje op. We gaan hier eventjes wat eten halen en wat drinken voor lunch. Het is altijd zo lekker cool, hè, in die winkels. Heerlijk. Oh, hoppakee. Tap, 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 tap. Dat is vet, hè? Dan kun je gewoon je eigen brood laten snijden. Papa. Kijk, hier hebben we zo'n brood gepakt. En Timo zegt, het apparaat hebben we thuis nodig. Volgens mij kost dat wel zo'n apparaat. Ja, denk ook wel, ja. Maar dit is wel echt super nice. In 4 stappen heb je gewoon een broodje gesneden. Ja, en als we dan even lekker smeersen pakken, dan kun je een beetje zo... Ja, ik heb hier al hamkaas croissantjes. Dat hebben ze ook gewoon in Duitsland. En ik heb een lekkere appelflap. En drinken moet ook even. Ja, even lekker sappie of zo. Snies na sappie. Sappie, sappie, sappie. Moet je nog een leuk blaadje mee voor in de auto? Ja, hebben ze die, hoe heet die bekende? Die leuke. Ik weet niet meer hoe die heet. Playboy. Oh ja, die bedoelde ik. Die bedoelde je ook echt, hè? Ja. Nou, ik zie geen Playboy, sorry. Dat is nog eens even lekker. Woe! Moet je ook gewoon gebruik van maken van zo'n tunneltje. Ja, zeker. We hebben best wel rustig gereden. Ja. Jeetje! Niet normaal hard. Holy nee, dat shit. Lijter hard. Dat je in Duitsland zo hard mag rijden is super chill. Daardoor kan je op zich wel sneller zijn. Maar als je dan kijkt naar hoe ongelooflijk veel wegwerkzaamheden je hebt in Duitsland, is dat toch ook aardig wat. Dus ik denk dat uiteindelijk het niet zo heel erg veel uitmaakt of je nou in Nederland ergens moet rijden of in Duitsland. Er rijdt trouwens een super vette auto voor ons ook. Ik weet niet of jullie hem goed kunnen zien. Een Porsche Carrera. Echt heel erg vet in krijtkleur. Ah, is echt heel erg mooi. Maar goed, op zich hebben we nog een redelijk lekker tempo erin zitten. En in de tussentijd worden we gewoon lekker bruin. Dus op zich, helemaal niks te klagen. Het is wel lekker zo. Daar is Gammetje! Nederland! Nederland! Yeah. We zijn weer terug! We zijn weer terug in Nederland! Helaas heb ik het laatste tankstation gemist in Duitsland. Het is wel even een aanrader dat mocht je vanuit het buitenland komen, dan kan je beter daar altijd nog even tanken. Want in Duitsland is het ietsjes goedkoper met tanken dan in Nederland. Dus ja, vandaar dat ik
dat ik het jammer vind dat ik het gemist heb. Maar goed, we zijn in Nederland over de grens. Ik heb getankt, de auto zit vol, mayonaise en ijsje aan het halen en aan het afrekenen. En dan gaan we snel weer door. Zo, holy moly. Even lawaai uit. Dit hebben we echt snel gedaan. Dit hebben we echt serieus snel gedaan. Hoppakee. Hij moet ook even goed afkoelen, denk ik. Oh, val mee. Ja, hij maakt dan zoveel lawaai nog van het blazen. Dat is echt absurd. Ik moet zeggen dat ik dit wel echt een veel gruwelijkere kleur vind dan ik had gedacht. Ik had zoiets van, ja, zulke auto's moeten altijd gewoon een hele felle kleur hebben. Want als je dan voor zoiets monsterlijks gaat, doe dan ook gewoon meteen een hele gekke kleur. Maar ik vind dit eigenlijk wel echt super sick. En die, ja, ik weet niet, alles komt er wel mooi uit met deze kleur. Ik vind het wat meer classy, dit. Ja, ik vind het wel echt super nice. Ja, ik heb echt van genoten van deze auto. Alleen ja, spullen, we kunnen niks kwijt in die auto. Dat is het enige wat we mee hebben. De rest zit weer bij Lars en Nicole auto. Kijk eens wie we daar hebben. Hallo. Hallo. Makia. Hey. Hallo gekkie. Hey, laat me eens even aaien joh gekkie. Zo. Daniel die is net vertrokken, want die had opnames. Dus helaas hebben we die niet meer kunnen zien nu. Maar echt een grote shout-out naar Daniel. Thanks voor het zo schoonhouden van mijn huis. En voor het oppassen op mijn huis. Hij heeft even gechilled. Hij heeft sowieso tafeltennis, dat weet ik 100% zeker. En hij heeft serieus bijna elke avond gegamed op mijn computer. Modern Warfare. Hij vond het super gruwelijk. Hij ging daar helemaal los op. Want hij heeft zelf geen computer waar hij dat op heeft geïnstalleerd ofzo. Dus dat vond hij echt super cool. Maar Makia is er dus ook weer. Of wij zijn eigenlijk weer bij jou. Oh. Gezellig hè. En dan gaan we later vandaag Makia weer meenemen, want jij gaat gewoon weer naar Milan toe. Milan die is trouwens ook weer thuis aangekomen. Dus alleen Lars, Nicole, Mees en Timo nog, die reden met z'n vieren. Dus twee auto's achter elkaar aan. En ja, aangezien wij dus zo'n snelle auto hadden, zijn we dus een uurtje eerder. Dat is nogal een verschil. Alleen er zijn ook heel veel files. Dus ik denk dat zij daar nog meer last hebben van dan wij. Hé, Makia? Ja! Je hebt echt een mooie kat hoor. Ja, hele mooie kat jij. Heb jij een beetje vermaakt hier zo? Hey. Makia! Hey, dit is geen krapal, gek. Oh mijn god, er zitten allemaal van die naden in nu. Hier net ook al, heb ik haar ook weggestuurd. Ja? Ja, hier, staat zo te krabben. En heb je haar de klas uitgestuurd? Ik zei, en dat snapte ze niet, dus geen kreem toen ik zo. Ja, oké, ik moet mijn telefoon niet vergeten, want wat we nu gaan doen is mijn prachtige mooie telefoon, die het dus niet meer doet, hij gaat niet meer aan, de lockbutton is kapot, die gaan we naar de Apple Store brengen. Ik ben heel erg benieuwd of ze mij kunnen helpen, ik hoop het, want jullie hebben misschien wel gemerkt dat er aardig wat beelden misten tijdens de vlogs die ik heb geüpload de afgelopen 2 dagen. En dat komt dus omdat ik de beelden van mijn iPhone niet kon versturen naar de editor. Dus de vlog kon niet helemaal compleet in elkaar worden gezet. En dat is super zonde, want ik heb echt hele vette beelden hier nog op staan. Dus ik hoop dat we dit kunnen fixen, want dan kan ik die extra beelden aan jullie laten zien. Dus laten we snel naar de winkel gaan en hopen dat ze ons kunnen helpen. Oké? Oké, zoals jullie kunnen zien, mijn telefoon die probeert zichzelf nog te herstellen voor de laatste keer hier bij mij thuis op mijn computer voordat ik dus naar de winkel ga. Ik dacht ik moet het toch een keertje nog proberen om mijn iPhone te herstellen. Oké, ondertussen, hij ligt al iets van weer 3 kwartier aan. En in die 3 kwartier tijd is de rest aangekomen. Yo, what's up? Yo, yo, yo! Welkom te mijn crib. Yeah, yeah. Nice, de hengels, de tassen, alles. We hebben wel veel mee, hè? Yeah. Ja, ik zie het. Nice. Hoi. Yo. Lekker, man. Hoppa. Ja. Zo, is iedereen thuis? Ja. Dat is nice. Heb je ons weer gemist? Ik heb jullie zo erg gemist. Oh, mooi. Ongelooflijk. Zeg gewoon alleen maar op camera. In het echt zeg je dat helemaal niet. Gewoon 3 kwartier. Weet je hoe zwaar ik het had? Oké, het heeft niet gewerkt, het herstellen, hier thuis bij mij, dus we gaan alsnog even naar de Apple Store nu. Oh, alsjeblieft,
Laat hem alsjeblieft. Ik hoop dat hij gefixt wordt. Zullen we hem op de grond leggen en even een paar rondjes met z'n tweeën omheen dansen? Ik denk dat dat geluk brengt. Ja, dat denk ik ook wel. Laten we dat even doen. Oké. Okay. Ik denk dat het nu al gaat lukken. Ik zie jullie zo weer. Oké, hier sta ik met mijn telefoon en ja, shit. Hij doet het niet. Hij kan niet gefixt worden. Hij kan niet geüpdate worden. Dus ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik ga deze telefoon bewaren. Misschien dat ik hem nog ergens heen kan brengen. Misschien dat jullie tips hebben. Laat het weten in de reacties. En balen. Ja, dat is echt op zijn zacht gezegd. Ik ben echt super gefrustreerd en geïrriteerd. Ik bedoel, er staat 5 jaar aan gegevens op deze telefoon. Dus als dit nu in 1 keer weg is, dan ben ik heel verdrietig. Heel verdrietig. Gelukkig heb ik mijn vlogs nog op YouTube staan. Maar voor de rest, dit was ook wel belangrijk voor mij. Je moet alleen het eindresultaat filmen. Ik heb een heel mooi paard. Ja, je bent gewoon aan het overtrekken, nee, joh. Nee. Je bent gewoon aan het overtrekken, joh. Ik heb die lijntjes net zelf getekend daar, hè. Oh, maar huh, dit is een echte stift? Ik hoop dat ik niet een watervaste stift heb gehad. Het is wel geniaal, hoor. Hier liggen allemaal gadgets met allemaal geld en pizza's en allemaal autootjes en zo. Dat is echt lachen. Het is echt bizar wat voor speeltjes je eigenlijk allemaal wel niet hebt voor die iPads en dingen. Ook een bal die je kan besturen, zeg maar, door middel van een iPad. Dat wil ik nog 1 keer doen eigenlijk. Ik wil deze nog even besturen. Dat is wel vet om te laten zien aan de kijkers. Wat staat hier? Oh, hoe die heet, denk ik. SB1A... OE of zo. Cool. Allee, nu nog even de ogen. Ja. En die. Wauw. Oh, daar zit nog een. Sick. Gaaf, is toch best hoor. Een mooi paard, hè? Gaaf. Nee, kijk, dit is gewoon een E3 waar je dat mee kan doen. Dat is geniaal. Oké, okay, kan ik deze besturen? Oké, okay, ik leg deze op de grond. En dan ga ik hem even besturen. Oké, okay, ik heb hier de joystick. Daar komt hij, dames en heren. Als ik deze nu ga bewegen. Oh, oh, oh. Wap. Wee. En weer terug. Oké, okay, nu komt hij als goed terug. Wap. Wow. En dat ben ik gewoon hiermee aan het besturen. Hè? Hiermee gaat hij gewoon heen en weer. Dit is zo sick. Oh. Oh, oh, oh. Ik weet niet of Sok de Poes dit leuk gaat vinden. Misschien vindt hij het wel heel eng. Oh, oh. Makia wordt gek. Ja, Makia, die zou het wel heel leuk vinden. We will rock you. Ik moet heel even aan het werk, zie ik. Deze mevrouw, die wil kaas op haar pizza. Even kijken, wat is kaas? Wat is kaas? Dit die kaas? Denk ik, ja. Is dit kaas? Kijk, oh, ze schrikt er een beetje van. Is het geen kaas? Is het geen kaas? Er zit al kaas op. Oh, dit is mais. Ah, kijk, nu is ze weer blij. Weet je, ik schuif gewoon de pizza in de oven. Hup, kijk. Hoppa. Oh, ze is tevreden. Nou, helemaal top. Hier, heb je geld, muts. Hier, alsjeblieft, stik in het geld. Klaar. Hier, pizza flikker ik ook weg. Hup. Oh, ze is wel lekker aan het smikkelen, hoor. Hier, kijk dan. Leuk, hè? Oké, okay, nice. Nou, de oplossing is als volgt. Hier heb ik mijn nieuwe iPhone liggen. Ik ga weer voor de witte. En dan heb ik hier meteen een hoesje voor mij gekocht. Yay. Alsjeblieft, gefeliciteerd, nieuw hoesje. Omdat je zo lief bent geweest en je hebt gedragen de afgelopen tijd. En dan heb ik hier een hoesje voor mezelf, een oranje. Want dan valt mijn telefoon lekker op, kan ik hem niet zo snel kwijtraken. En dit hoesje schijnt echt super goed beschermd te zijn. En ik heb hier een beschermlaag voor mijn telefoon. Dus dan ben ik weer helemaal in orde. Ik ben alleen mijn gegevens kwijt. Huh? Ja, weet je hoe kut? Ik ben ook gewoon in een rare bui nu. Daarom doe ik ook dit soort dingen, weet je wel. Ik heb gewoon helemaal geen zin meer. Oh ja, wat de heck? Wat moet ik doen? Ik voel me heel raar. Oh, zo zit je goed, hè? Ja, vet man. Snap je? Ja, ik snap je. Gewoon geen zin. Hier, een auto mag je hebben. Ja, we gaan naar wat leuks doen straks nog. Ja, leuk. Ja. Oké. Doei. Doei. Oké,
Dit is hem dan. Ik vind hem wel heel erg vet geworden. Mijn nieuwe telefoon met oranje hoesje. Ik vind hem echt heel erg cool eruit zien eigenlijk wel zo. Maar goed, ja, ik zit nog steeds in een hele rare bui, dames en heren. Serieus, ik weet niet hoe ik me moet gedragen. Ik wil zo boos worden. Ik wil gewoon, als hier een boksbal was, gewoon helemaal door midden hakken. Maar op een of andere manier ben ik ook gewoon heel rustig. Ik weet het niet. Ik ben gewoon ook verdrietig. Ik wil niet gaan huilen op film nu, maar ik voel me echt heel erg verdrietig, man. Gewoon mijn bestanden van 5 jaar, dat kan je toch niet menen? Het is gewoon in 1 keer zo weg. Ik bedoel, ik heb vaker mijn iPhone laten vallen en ik heb hem altijd kunnen laten maken. Maar nu komt hij gewoon elke keer in een bepaalde modus dat hij vastloopt. En dat heb ik nog nooit eerder gehad. En ik heb er nooit bij nagedacht van, yo Enzo, ga een backup maken van je telefoon. Want stel voor hij valt een keer kapot, dan kan je niet meer bij je gegevens. Daar heb ik gewoon nooit bij nagedacht. Dat is gewoon stom ook voor mij. Dus dat is echt een hele goede leer voor iedereen die een telefoon heeft met heel veel gegevens die je gewoon absoluut wil bewaren. En ja, maak een backup. Dat is echt gewoon belangrijk. Oh man. Oké, we gaan de auto starten en dan gaan we nog wel wat leuke dingetjes doen. En ik heb dus net ook nog iets extra's gekocht. Want ja, ik ben gewoon verdrietig. En dan word ik daar wel vrolijk van. En jij maakt me ook wel vrolijk. Gelukkig. Nice. Cool, gaan we rijden. En we gaan even, dit maakt me ook vrolijk natuurlijk, even lekker ritje maken in de Lambo weer. Ook al moet ik zeggen dat ik heel erg verheug op mijn eigen auto. Snap ik. En jij hebt nog steeds geen idee wat voor kleur erop zit. Ik heb wel al een paar dingen gezegd tegen jou. Ja. Heb ik het goed? Nee. Heb ik het nog geen 1 keer goed gehad? Nee, nog geen 1 keer. Ik heb bijna elke kleur al gezegd. Dat klopt, maar niet degene die erop zit. Nou, in ieder geval, dat gaan jullie morgen zien. En morgen ga ik mijn auto ophalen. Dus dat wordt echt heel erg nice. Iets om naar uit te kijken. Ook voor mij. Oh ja, en als laatste, voordat we echt gaan rijden. Shout-out naar Vincent. Die heeft me echt super goed geholpen hier, zover die kon. Die heeft, ja, top. Echt top gozer. Dankjewel, Vincent. Auto. Echt? Straks gaat hij in de fik. Oh mijn god. Oh, we moeten stoppen. Ja. We moeten stoppen. Precies toen ik aan het gillen was. Oh, jij hebt zoveel geluk. Jij hebt zoveel geluk. Waar is hij? Oh, nee. Jongen, dit kan niet slechter gaan hoor. Hoe kan dit nou weer? Hij zit vast. Oh mijn god. Oh mijn god, hoe kan dit? Hij zit vast! Hij is hier tussen gewaaid! Ah, ik krijg hem niet eraf! Ik krijg hem niet eruit en die uitlaat is heet! Oh, we staan hier naast de snelweg. Dit is niet nice. Hoe krijg ik hem eraf? Ja, ik heb hem! Oh mijn god! Hij is een beetje verbrand. Echt? Hij is verbrand. Oh, we moeten snel weg hier. Oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Even wachten. Oh, dit is niet mijn geluksdag. Oh, snel weer weg hier. Dat kan je toch niet menen, dit? En ik, omdat ik van jou moest schreeuwen. Het zag er zo grappig uit. Sorry, ik mag niet lachen. Oh, maar dit was echt grappig. Ik ga weer hoor. Ja, nu heb ik dit op mijn hoofd. Hier. Ja, mij is verbrand. Nee, dat maakt niet uit. Kijk dan, hij is helemaal verschroeid. Dat zie je niet. Niet meer je hoofd boven het raam doen. Ja, moet je nagaan, ik heb van Duitsland naar Nederland meer dan 300 kilometer gereden met een pet op. Niks aan de hand. Ik moet schreeuwen van Myron, vliegt er vanaf. Oei, ging die alweer bijna. Ging die al bijna weer, hè? Jongen, ophouden nou. Ik wil niet nog meer ongeluk. En als je denkt dat je dag niet slechter kan worden, dan doe je de wc gewoon weg. Ja, kut ding. Waarom? Kijk, dit ga ik ermee doen. Nee. Wat? Doei. Bro.
jij nu ook trouwens, ga jij ook maar. Nee. Wauw. Zielig, hè? Ja. Heb je zo'n ongeluksdag en doet hij dit ook. Doet hij dit ook nog? Wil je hem nog terug of niet? Ja, natuurlijk wil ik die terug. Die ga ik gewoon stiekem bij iemand anders nu installeren. Nee, elke keer als er gasten kwamen was het zo van, ja, je kan beneden aan de wc, maar ja, moet ik uitleggen, je mag ook boven. En dan elke keer gaat het open en dan is het zo van... En dan kijken ze me zo aan van, ik weet niet hoor, ik weet niet. Dus, echt? Ja, dus dat is niet chill. Als ik dan een zakelijk gesprek heb hier, dan is het gewoon... Inderdaad, als je een zakelijk gesprek komt in de wc. Ja, geniaal. Een beetje apart. Oké, nou, ik heb in ieder geval wel mijn lolletje gehad met het toilet, dus dat is wel mooi. Kijk, daar heb je de barbecue master weer. Dit is een soort van ding, hè? Ja. Jij bent echt de barbecue master, jij kan het ook gewoon echt goed. Ik heb dus ook van een fan deze barbecue gekregen, dankjewel nog. Ja, super nice. Luna. Luna. Van Luna. Dat je me de barbecue master vindt. Kijk eens even. Echt nice. De vorige keer had ik ook helemaal epische shots van gemaakt, dat was echt nice. Heel erg chill. Pardon. Oké, ik ga naar binnen, want er ligt een worstje op mij te wachten. Dankjewel Lars. Heerlijk. En het is ondertussen aan het regenen trouwens. Het is echt in één keer een omslag. Het zou vanavond om 9 uur gaan regenen, maar het is 2 uur te vroeg gekomen. Dus nu staat de barbecue master onder een parasol te barbecuen. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Ah, het ziet er wel tof uit. De tafel hier was helemaal gedekt, maar dat is dus nu allemaal verplaatst naar hier. Maar ook gezellig. A few moments later. Wow, yo, dude! Wat hebben we gedaan? What the fuck? Hij pakt ook in één keer die parasol in zijn hand. Gast. En daarom zegt je moeder dus, nooit gekke dingen doen, want kijk eens wie het nadoet. Jij hebt het voorbeeld. Nee, ik ga het uitleggen. Niet boos worden. Niet boos worden. Wat ik dus wou doen, ik dacht, ik doe een klein beetje extra brandstof op de barbecue. En ik doe het erop, ik loop weg en dat ding ontploft opeens. Oh my god, ja, dat was echt een zieke steekvlam, ouwe. Die is nu wel weer aan en die was uit, dus dat is een probleem opgelost. Hij rukte ook die parasol uit de houder. Ja, ik denk moet je parasol wel een beetje zeven. De parasol. Yo, echt ziek jongen. Thanks Lars. Ik zit gewoon om de hoek, ik kan vanuit mijn stoel de barbecue niet zien, maar ik zag gewoon de hele kamer hier rood gloeiend worden. Wat de hek? Er werd iets aan de hand in de vlog van Enzo Knol en dan moet ik weer gaan zitten waar ik niet wil zitten. Ja, Mila wou net opstaan, maar hij moet gewoon even blijven zitten. Ja. Ik heb hier voor jou... Nee, stop. Hey, stop. Nee, het is niet van haar. Frans verwijderd. Oh, nice. Oh, mag. Zonder mannetje. Wacht even, dit is het niet. Oh, dit zijn de dingen die achter worden gelaten. Oh ja, dit heb je gekregen van Luna. Weet je wat erin zit? Luna! Oh ja, die ken ik nog wel. Wat hebben wij van Luna, Marino? Ik weet niet wie dat is, maar het is waarschijnlijk een hele lieve fan. Anders zouden we geen cadeautjes krijgen. Nou, hey, Marino helpt ook. Help maar. Kijk zo. Oh! Ik wist het al! Het is een partypomper! Ja! Dankjewel, Luna. Oké. En jij wilde net wat lekkers pakken voor Marino. Ja. En daarom dacht ik in één keer van, hé, deze doos moet ik erbij pakken. Want kijk, allemaal lekkere hapjes voor Marino. Oh, wat is dit? Boiled chicken. Dit is voor zijn gebit of zo. Marino is vegetariër, hè? Dat kan allemaal niet. Dit. Echt niet. Hé, kijk, dit is. Oh, dat is lekker, hè? Oh, dat is lekker. Kijk er nou eten. Kijk er nou eten. Is lekker? Maar hey, dankjewel. Jouw hond wordt de meest swagged out hond van 2020. Besef de swag. Oh, gang, whole lot of gang shit. Een mondkapje voor Marino. Voor de corona. Kijk, ik heb hier ook nog een riempje of zo. Die hoort erbij. Oh. Deze hoort erbij. Ja, die kan je dan hier aan vastklikken. Hoe cool dit, hé. Vet, hè? Doe je dit zo? Nee. Ja, top. Nice. Ja, kijk, dit is het riempje. Kijk, wat vet. Hier, dan kan je gewoon mee uitlaten. Dan kan je klikken, dan kan je zo uitlaten. Het is gewoon een swagged out riem. Zo, en dan deze aan de andere kant. Oh, en dan deze hier zo. Ja. Marino, je vindt het leuk, hè? Ik zie het. Kijk dan. Auw. Hij bijt heel hard. Moet ik hem temmen? Hoe tem je een draak? Ja. Oké, kom eens jongen. Ga eens even zit. Ja. Zit. Hier, je kan met dit trainen. Hier. Zo, nou. Gaat hij echt niet... Alles voorbereid. Hé, hey, dat is niet voor jou. Blij. Wachten. Wachten. En op de grond. Wachten.
Wachten. Kijk. Het alleen maar oog voor het koekje. Wachten. Blijf. 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 Nee. Blijf. Dit heeft Lars ook net bij mij met de hamburger gedaan. Hè? Nee. Dat lukte bij jou wel. Je voorhoofd, zei die blijf. Doe maar. Pak hem. Ja! Hé, maar dit is sick, man. Wow, het ziet er echt cute uit. Ja, hij zit nu op. Je kreeg al zoveel aandacht voor die hond. En nu alleen nog maar meer, joh, van die meiden. Kijk hoe ik kreeg helemaal geen aandacht van meiden van die hond. Waar heb je het over? En nu loop je met dit en denk je, oh wow, je hond in Burberry. En wanneer krijgt hij Balenciaga's? Ja, dan krijgt hij Balenciaga's. Hey, maar dit is toch gruwelijk, Marlino. Ja, maar dit, nice. Kijk, deze is beter, steviger dan die andere. Dit is allemaal krachtiger, hè? Want Marlino is nu al zo sterk, hè. Dat is echt niet normaal. Maar hij heeft die andere, heeft hij al bijna doorgebeten. Maar dat is niet alles, hè. Kijk, je hebt hier een zwarte, reflecterende, voor in de avond. Ik ben letterlijk ook Marlino vaak kwijt, hè, uit Kijk, dit is 3M, dat reflecteert. Oh, inderdaad, die is vet. Nice, hè? Dus heb je helemaal zwart ook. Dan kan je ook zo'n hesje aan doen, iedereen. En, omdat je al een leger had, omdat die eigenlijk te klein was. Ook eentje met leger voor een groot rond. Oh, cool. Dus dit is een upgrade van die leger. Dit is echt een hele dikke ook. Ja, dit is, hij wordt sterk, Marlino. Dan heb je sterk equipment nodig. En dit is ook 3M, hè? Oh, kijk hier. Kijk, dit is die riem bij die leger. En zo is hij blijer mee dan jij, Milan. Ja, maar ik ben helemaal verbaasd. Ik ben helemaal flabbergast van hoeveel. Is toch lief? Ja, kijk hier, dit is allemaal 3M. Is het 3M? Is het 3M? Dit is allemaal 3M. Kijk, zeker. Ja, yes, it's reflecting in the... Kijk wat dit is. Dit is gewoon een hal. Oh, dit is gewoon een band. Oh ja. Het is gewoon alleen een band die er om kan. Want daar kan hij. Daar kan hij uiteindelijk mee lopen natuurlijk. Hij hoeft niet altijd zo'n. Ja, want dan doe je deze om bij zijn nek en dan hier doe je die dat touw van deze, die riem. Ja. En dan hoef je niet dat hele ding. Kijk, dat hele ding wat hij nu om heeft, dat is gewoon puur omdat. Te trainen ook volgens mij. Ja, dat is handiger. Toch, Milan? Dat is bij jonge honden moet je toch juist zo'n harnasding doen, omdat ze dan nog moeten leren naast te lopen en zo. Maar op een gegeven moment kan je gewoon een halsband doen, toch? Ja, als we op een gegeven moment luisteren dan wel. Maar ook voor de gewrichten. Jeetje. Ja, deze heb ik ook. What? Een zakdoekie. Kun je deze zo onder nek heen? Ja. Marlino, kom eens hier. Dan doen we deze even af. Marlino, kom eens hier. Nee, hij is even zit. Dat is zit. Oh, dit is mooi. Niet in de hand blijven. Blijf. Kijk hoe schattig. Goed zo, jongen. Ben je blij met je cadeautje? Nee, ben je blij met je cadeautje? Ja, hè? Ja! Wat cool, hè? Ja! Ja. Nice, hè? Zo. Cadeautjes voor Marlino. Dames en heren, de fratverwijderaar. Komt-ie, hè? Ik offer me op. Let op. Oh. 2, 3. Oh shit! 20, 19, 18, nu 20 17, seconden wachten. 16. En dan straks houdt hij met 20 seconden op. Nee, op dit 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komt ja? 20, 19. 18, 17, 16, 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, klaar. Maar hoe lang duurt het nu voordat hij dan weg is? Ja, 10 tot 12 dagen of zo en dan valt hij eraf. Kijk hoe ziek dat eruit ziet. Wow. Ja, het was helemaal wit net, hè? En dan straks is het lijkt gewoon goor. Ja, het lijkt net alsof je gewoon een peuk erop hebt. Ja, het ziet er zo vies uit. Ja. Kijk, want ik heb het hier. En Milan maakte de grap dat het een derde tepel was geworden. Ziet er wel uit. Daar ook zo'n bikini. Ja. Nou, nu kan deze weggegooid worden. En dan heb je hier nog allemaal andere. Ja, dan heb je nog twee. Zou ik die ook even doen? Hier. Ja. Maar die zijn heel klein, doen? Hoor. Ja, die kan ook tegelijk dan. Ja, in één keer. Doe ik eentje in het midden zo. En dan pak ik ze allebei. Ja. Oké, okay, daar gaat die, dames en heren. Ook, ja. 1, 2, 3. Zo, even weer water.
18, 17, 16, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Aan het begin voel je het niet. Heb je ze nu beide? Wel. Ja, nu wel! Ja. Wow! 10, 12, 13, 14. Gaat dat ding niet door mijn hand heen? 16, 17, 18, 19, 20. Wow, gat in mijn hand. Ah, vet. Vet. Nou, nu hopen dat ze over 10 dagen weg zijn, hè? Nou, dat is dan 89,95 euro. Zijn we gratis in de winkel dan? Geen probleem. Gefixt voor je, jongen, alsjeblieft. Ja, lief. Ik heb ook nog één op je balzak. Ja, die kan ook. Wil ik wel even de camera. Nou, de camera uit. Marlino, ga je weer graven? Ga maar zoeken, Marlino. Ga maar zoeken. Ga maar zoeken. Ga maar zoeken. Ga maar zoeken. Oh, hij gaat op de grond liggen. Nou, dat is echt bizar. Ik denk serieus. Ga je zo blijven liggen? Ga je zo blijven? Ik denk serieus dat het niet lang duurt of de hele tuin ligt echt vol met graven. En Marlino gaat hier eronder en komt daar weer eruit. Vol met gaten. Vol met gaten. Je zei vol met graven. Oh. Wow! Wie was dat? Sinds wanneer kun je bommetje? Die was best goed. Ja? Ja. Die maakte ik allemaal nat. Is het, mij en Lars, is het koud? Nee. Ben je aan het plassen? Ja. Nee. Ik zie dat gewoon aan haar hoofd. Ik was toch net aan de wc. Maar goed. Wat ligt daar? In de hoek. Wat is dat? Oh mijn god. Ben je hem kwijtgeraakt? Doe hem snel weer erin. Zullen we frisbee, Lars? Ja. Ze heeft toch een derde tepel. Wat? Hé, hey, frisbee. Hé, hey, dat is mijn wc-bril. Wie meer? Hé. Het is best wel hard, hè, dat ding. Best wel zwaar. Over het water? Oké. Okay. Oh, nice. Dat werkt echt goed. Wie gaat er nu in springen? Oké, okay. Is goed. Als we de trampoline optillen en die zetten we daar in. Oh ja, goed idee. Ja, ik ben in. Oké, okay. We gaan de trampoline springen in het water. We gaan even de trampoline verplaatsen van hier naar daar. Of hier, we zien het wel, ergens bij het zwembad. Oh my god, waar zetten we hem neer? Oh, dit is veel te hoog, ik heb het niet meer. Je hebt het laag even. Er valt dan nog zand in mijn gezicht. Nee, waar gaan we heen? Ja jongens, we bouwen toch daar heen? Hier, toch? Enzo, ik heb het niet eens meer. Het steunt er te veel op. Je moet hem niet meer loslaten. Enzo, wat doe je man? Ik ben geen hulk. Ja, rustig. Gast, ik kan hier niet. Ik ga in het water. Ja, moet daar langs. Jongens, hoe is het? Ik ben er niet klaar. Iemand moet het zwembad in. Nee, maar een pak er vanaf daar. Heb je hem? Kijk, hey. Ja. En dan meer die kant op. Ja, maar ik moet ook in het zwembad. Hij is. Ik heb een trappetje, auw. Ik heb hem niet. Enzo is een soort van kip zo. Laat hem lager. Ik moet hem niet laten vallen. Nee, ik heb hem. Nee hoor. Dit is veilig, dit is helemaal top. Nee, al die stoelen hadden we. Ja, dit gaat niet. Oh! Ja, jij hebt hem nu kapot gemaakt. Oh my god. Je hebt hem kapot gemaakt. Oh nee. Oh shit. Nee. Hij is hier gebroken. Ja. Nee. Daar sprak ik helemaal niet in. Is hij nu helemaal kapot? Ja, hij is daar gebroken. Nee. Nee, Milan, je hebt het op film, hè, wie het gedaan heeft. Ja, oh. Milan. Oh, nee, kijk dan. Ik heb wel nieuwe voor jou, Stijn. Hij is echt gebroken. Ja, maar kijk, dit is dus wat? Oké, okay, we gaan hem proberen daar neer te zetten. Maar dan moeten we eerst alles daar verplaatsen. We zijn zo terug. Ja, sorry. Ja? Ja hoor. Jullie moeten in het water ook weer wat doen. Ja, ja, ik kom. Ik kom. Stop! Stop! Hij is nog vast! Stop! Wat doe je? Stop! Ik pak jou helemaal van! Byron! Kappen! Ik kan niet meer. Staan we dichtbij genoeg? Ja, ik denk dat hij wel verder weg moet. Maar ik ga het wel doen. Oh, die trampoline is echt. We gaan wel door. Hij doet het al wel. Dit, maar we gaan het toch doen. Wow, Marwan! Marwan!
Timo! Timo! Ik bedoel Mick! Ja, wat is er? Waarom noem je mij Timo? Maaien! Stop! Niet zo dichtbij, dat doet pijn! Maaien! Wat is die? Wat was dat? Ja, dat was net een dit. Dat ging niet goed. Nice! Oh, nu Milan! Dat is Milan! Wow! Zo! Zo! Milan! Hij springt heel raar door die bel opgrond. Ja, kijk hoe hij eruit ziet. Ja, ze hadden nog. Oh, oeh! Komt ie! Ai! Wat ben je? Wat ben je? Ik weet niet wat dat was. Wat ga jij doen, Mees? Ja, weet je wel. Ik dacht ik doe een dubbele, maar ja, ze reserveert niet zo heel geweldig. Nee. Dan laat ik bijna de bodem. Oh, nice! Lekker hoor, dit is wel vet even lekker zo. Het zou dus keihard gaan regenen om 9 uur, maar het is juist om 9 uur droog. En er is ook geen onweer meer, dus dat is top. Easy Mila, easy! Oh! Nou, nu nog daar even. Wow! Hij wilde een salto doen, maar hij was te bang. Goed, dat is wel eng. Ga je doen? Oh! 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 Hey, wat gaan jullie doen? Samen. Geen idee. Nee, dat snap ik. Oh! Wow, dat hele bad is helemaal gek. Dat was echt heel sick. 3, 2, 1. Wow! Oh my god! Dat is echt sick! Oh, dat is echt sick! Dat is echt super vet, bro! Hey, horen jullie dat ik mijn stem een beetje kwijt ben? Horen jullie dat niet? Nee, maar echt sick. Oh, dat komt serieus door het schreeuwen en gewoon geïrriteerd zijn van vandaag. Ik ben gewoon mijn stem een beetje kwijtgeraakt. Ja, dat is negativiteit. Ja, dat willen we hier niet. Oké, let's go, Lars! Let's go! Hoe doen jullie dit? Wow! Er komt hier elke keer zo'n golf, zo weer, zie je dat? Kijk, pok! Ga joh, even zitten. Dat was zo net vet hoog, er kwam zo... Tjoen. Oké, daar gaat Mees. Let's freaking go! Mees! Wat doe jij? Je moet het op de rand doen. Oh my god. Zo stuk, hè? Nee, wacht niet meer. Hij ging zo goed. Zo, dames en heren. Ik ben weer thuis. En de rest is allemaal al op bed. Dat ga ik nu ook doen. Het is 11:45. Dus over 1 minuut is het 12:00. En dan is het eigenlijk al bijna weer een nieuwe dag. Dus ik ga lekker slapen. Het is een lange dag geweest. Veel gemixte gevoelens. Zoals jullie zien. Ondanks dat ik gewoon nog steeds, als ik eraan denk, heel erg verdrietig word. Gefrustreerd en natuurlijk ook boos. Heb ik ondanks dat nog een hele leuke dag gehad. Dankzij de mensen om me heen. Ik heb echt veel lol gehad toch. Dus
Dames en heren, vergeet niet dat zelfs op zo'n dag, als je gewoon even niet er lekker in zit en er zitten dingen tegen, dat je er toch op zich nog een redelijk leuke dag van kan maken. Heel erg bedankt in ieder geval allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen heel graag bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power! We'll be right back.